De vader van Koen staat op de plaats waar zijn zoon zaterdagnacht werd doodgereden. Koen was op stap om zijn verjaardag te vieren. Hij was die dag net 20 geworden. Rond 4 uur werd hij langs de Turnhoutse baan in Weinichem gegrepen door een auto. De chauffeur reed door, Koen stierf later in het ziekenhuis. Zijn vader hoopt dat de tips iets opleveren. Het gaat waarschijnlijk om een donkere auto, mogelijk een Alfa Romeo van een iets ouder type. En minstens alsjeblieft, als je een zwaar beschadigde auto in de straat opmerkt, of je buur haalt zijn auto niet meer uit de garage, of een auto die erop lijkt, laat alsjeblieft iets weten. Het onderzoek is volop aan de gang, maar voorlopig is de chauffeur nog niet gevonden. Intussen leggen familie en vrienden bloemen, brieven en kaarsen op de plaats van het ongeval. Het was gewoon een hele toffe, lieve, spontane, sociale gast. Dat was Koen. Hij is er niet meer. Bij mij, als ik in school kom, normaal zie ik elke morgen er een goede dag tegen. Nu. Naast het verdriet is er ook woede, omdat de chauffeur is doorgereden. Ik hoop gewoon dat ze de persoon te pakken krijgen en dat hem zijn verdiende straf krijgt. En daar moet ik. En ik denk dat ik voor iedereen van de vrienden spreek dan. Voor de familie van Koen zijn de steunbetuigingen wel een troost, maar ze willen nu vooral weten wie Koen heeft aangereden. Maak u bekend, alstublieft. Ik wil die onzekerheid weg. Pas dan kan ik beginnen rouwen.